Elsa. Goedemorgen, beste luisteraars. Na de overweldigende reacties op de Smurfenquiz van vorige week gaan we hieraan een vervolg breien. U heeft massaal gestemd op de bekende artiesten Samson en Gert, maar jammer genoeg konden zij er vandaag niet bij zijn. Daarom zullen we zo meteen de Jan Faber-quiz gaan spelen. We hebben al twee zeer enthousiaste kandidaten gevonden en als alles goed gaat hebben wij ze nu aan de lijn. Als u onze quizzers live in actie wil zien, moet u nu naar onze site gaan. Ja, en we gaan onmiddellijk naar onze eerste kandidaat. Goedemorgen, Marianne. Ja, goedemorgen. Het is dus Muriel Marie Henriette Intelligent. Ik ben woonachtend te Melle. Ik woon ook bij mijn liefhebbende ouders. En ik ben CEO van het bedrijf InnoGenetics. Ik ben daar dus financieel directeur. Ik doe de financiële kant van het bedrijf. Mijn hobby's zijn dus werkelijk... naar reportages op in National Geographic kijken, postzegels verzamelen, naar de wandelclub gaan, waar ik dus werkelijk de beste ben, maar ja. Dat is echt zeer interessant, National Geographic. Heb je dat ooit al eens gezien, zo'n reportage over ja, die dieren? Ja, ja. Ja. We gaan over naar kandidaat 2. Goedemorgen Sabrina, stel je eens voor. Ja, ik ben Sabrina van achter Noek daar, hè. Mijn lievelingsdijden is de frit met de vrijmanage. Maar zo'n ding van dat toekje, ik kende die niet. En Bubblegums, ik sta nu al 2 jaar samen met Nelly. Oh ja, en ik heb daar nog altijd geen spijt van. En mijn beroep is dus, ja. Hoe zeg ik dat dan weer? Ja, hygiënische assistenten, hè. Kuisvrouw dus. Oké, we gaan maar over naar vraag 1 van onze quiz. En je kan er meteen een bonuspunt mee winnen. Wie is Jan Faber juist? Is dat niet een zanger? Ah ja, die Nene van Clouseau. Maar nee, Jan Faber die is vooral bekend als een van de meest vernieuwende en veelzijdige kunstenaars van zijn tijd. Hij heeft zich de voorbije 25 jaar geprofileerd als performancekunstenaar, theatermaker, choreograaf, operamaker, theaterauteur en beeldend kunstenaar. In elk genre dat hij bespeelt, verlegt hij zijn grenzen. Dat is volledig juist, Muriel. Over naar vraag 2. Geef 3 van Jan Faber's werken en bespreek er 1 van. Ah ja, dus om te beginnen, de man die de wolken meet, ik denk dat dat in 1998 was. Dat was een installatie op het dak van het SMAC en dat was in Gent. En de single in Antwerpen. Een ander werk is de astronaut die de zee dirigeert met een beeldenis van Dirk Firmout. Bovenop het dak van het Cursaat te Oostende. En als laatste, maar ook meest bekende werk van Jan Faber is natuurlijk Searching for Utopia. Dat is een van de vele uitverschoten schildpadden die naar de zee kijken, zelfprotet bovenop het schild van een schildpad. Het verwijst naar Utopia van Thomas More en het is een indrukwekkend bronzen beeld van 7 meter lang en 3 meter hoog. En het weegt 5,5 ton. Het werk is permanent aanwezig op de dijk van het strand van Nieuwpoort. En nu de stad dit werk heeft aangekocht, na de installatie ervan in het kader van de kunsttriennale Beaufort in 2003. Dat was het ongeveer, denk ik wel, ja. Dat is opnieuw juist, Muriel. Ja, maar dat wist ik ook wel, hè. Ja, dat was net ietsje te laat aan Sabrina. 2-0. Nu de laatste ronde. Juist of fout? Jan Faber werd in Henegouwen geboren. Ja, dat kan wel kloppen, ja. Maar... absoluut niet. Jan Faber die werd in 1958 in Antwerpen geboren, dus dat kan helemaal niet. Correct. Jan Faber's kunst wordt ook wel Big Art genoemd, juist of fout? Ja, dat is juist, ja. Weet je zelf waarom? Ah wel, dat is dus omdat hij vooral tekent met zijn gewone balpen omheen al zijn thema's, vandaar dus Big Art, snap je? Correct. Van Gogh en Faber zijn goede vrienden. Juist, ja, dat weet ik echt een beetje zeker, hè. In de story stond dat dus, denk ik. Nee, dat is absoluut fout, want Vincent van Gogh die is al heel lang overleden. Dat klopt volledig niet. Opnieuw goed, Muriel. Goed bezig. Volgende. Faber overleed in 2000. Dat is volledig fout, want hij leeft nog steeds in Antwerpen. Opnieuw volledig correct. Volgende. Jan Faber maakte een bekend werk voor het Koningshuis. Ah ja, ja, dat is waar. Samen met een team van 20 man is Jan Faber dus volop bezig geweest met het maken van een mestkeverproject of zoiets. Oei, ja. Schat,
Wat moet ik hebben van de frituur? Voor mij een frikandellen naast toe vragen. Mayonaise ook? Ah nee, ja. Nee. Ja, sorry, dat was net die. Willen hè? Ik ben al bijna aan het winnen zo. De bedoeling is dus niet alleen dat het plafond, maar ook de drie monumentale kroonluchters die in de spiegelzaal hangen, dus een centimeter per centimeter met insecten worden volgekleefd. Ik vond dat wel maar iets vies eigenlijk. Ja, maar je eerste punt is binnen, Sabrina. Proficiat. Ja, ik vind dat dus eigenlijk maar onvolledig. Hij deed dat dus eigenlijk in opdracht van koning Paola. Oké, dat is juist. Hij installeerde dat in 2002. Heaven of Delight noemt dat kunstwerk in het Koninklijk Paleis van Brussel. Dat is een verwijzing naar de Tuin der Lusten van Hieronymus Bosch of Garden of Delight. Die creatie die bestaat erin dat men het plafond van de grote spiegelzaal en een grote luchter volledig belegd heeft met 1,5 miljoen groen-blauw glinsterde schilden van Thailandse exotische juweelkevers, waarbij de schitterende iriserende kleuren het gevolg zijn van de structuur der schilden. Assistenten die vulden de schilden met zwarte siliconen en kleefden ze geordend tegen het plafond door de aftekening van de letter P, dat verwijst natuurlijk naar de opdrachtgeefster koningin Paola uiteraard. Ja, dat was zeer volledig, Muriel. En hierbij sluiten wij onze quiz af. Onze laatste ronde is afgehandeld. Ja, de winnaar van deze spannende quiz is, dames en heren, Muriel! Ja! Muriel, gefeliciteerd, maar Sabrina heeft jammer genoeg al afgelegd. Ja, ze zal niet tegen haar verlies kunnen, maar vertel op, wat is die prijs? Wel, Muriel, jij mag voor een hele week met de gepensioneerde bond naar Blankenberge! Yes! Yes! En nog beter nieuws, Muriel, je mag je vriend meenemen. Ah, maar mag ik mijn mama ook meenemen anders? Ja, dat is... Oh, ja, dat is geen probleem. Yes. Ja, en dat was dan onze spannende quiz voor vandaag. Voor volgende week kan u kiezen tussen Boomba of Napoleon. Stemmen kan via onze site. Wij wensen u nog een prettige dag.